Protest tegen het schrappen van een buslijn. En training om criminelen te herkennen. Goedemiddag, u kijkt naar U Vandaag. Er is veel verzet in Leusden tegen het schrappen van een buslijn. Dat bleek vanochtend toen een groep boze inwoners en de lokale SP protesteerden bij het gemeentehuis. Over 2 weken neemt vervoersbedrijf Sinters het busvervoer over van Connection. Op het gemeentehuis van Leusden praten de provincie, gemeente en belangenorganisaties vanmorgen met elkaar over de gevolgen hiervan. Sinters vervangt een van de 2 buslijnen door een kleine buurtbus. Maar volgens de SP in het dorp is die niet berekend op het aantal reizigers dat er gebruik van maakt. Het kan gewoon niet wat hier in Leusden gebeurt. En het gebeurt helaas op meer plekken in de provincie, maar in Leusden worden we echt heel erg benadeeld. En de cijfers wijzen het uit. Er zijn veel te veel mensen die er gebruik maken van de bus. Daar gaat een buurtbusje nooit voldoende voor zijn. Sinters moet over de brug komen. Nou, volgens de provincie moet er eerst gekeken worden hoe de veranderingen gaan uitpakken. Restaurants in het centrum van Amersfoort maken veel gebruik van ventilatiepijpen. Die zijn nodig om kookgeuren af te voeren. Voor het plaatsen van zo'n afzuigpijp is een vergunning nodig. Maar blijkt dat niet alle restaurants zo'n vergunning aanvragen. Het restaurant Ribs Factory heeft netjes een vergunning aangevraagd voor deze ventilatiepijp. En die is toegekend, omdat die volgens de gemeente aan alle normen voldoet. Toch zijn buren nog boos. Te meer omdat er nog een pijp achter staat van een andere horecazaak waar nooit een vergunning voor is aangevraagd. Achter mijn eigen huis, ik woon hier in de binnenstad, staan namelijk ook allemaal van die ventilatiepijpen. Vanmorgen heb ik er een fotootje van gemaakt. Volgens mij zijn er onlangs nog een paar bijgekomen waar ik nooit iets over in het krantje heb zien staan. En ik ga hier achter mij naar het vergunningenloket om uit te zoeken of daar eigenlijk een vergunning voor is aangevraagd. Want zijn er misschien meer pijpen illegaal in het centrum van Amersfoort? Nou, hele interessante uitkomst. Die pijp die onlangs nog bij mij achter de bij is gekomen, die blijkt dus inderdaad zonder vergunning geplaatst te zijn. Die is dus illegaal. En niet alleen dat, de meneer van het vergunningenloket vertelde aan mij dat heel veel ventilatiepijpen in de stad waarschijnlijk zonder vergunning geplaatst zijn. Dat het een probleem is dat bekend is en dat ze daarmee bezig zijn momenteel. Navraag bij de wethouder wijst uit dat hem inderdaad bekend is dat er allemaal illegale pijpen in de binnenstad staan. De gemeente denkt nog na over wat daarmee te doen. Maar nu is het nog zo dat ze alleen in actie komen als omwonenden een verzoek tot handhaving indienen. Dat is een omgekeerde wereld. Eigenlijk moet de overheid moeten zorgen voor onze veiligheid. En het is niet andersom dat wij moeten smeken om veiligheid en dat dan pas de overheid gaat optreden. In de wet staat dat de overheid moet handhaven. En dat is geen vrijblijvend zaakje. De afdelingschef van de afdeling handhaving krijgt er een dik salaris voor. Wat er moet gebeuren is een inventarisatie van alle pijpen. Welke vergunningen zitten erop? Welke zijn langer dan 1,5 meter? Want zodra ze langer zijn dan 1,5 meter moet er worden gehandhaafd. En dan actie. Beide partijen hebben vragen gesteld over de kwestie. De gemeente heeft gereageerd, zegt te gaan onderzoeken waar illegale afzuigpijpen staan. En gaat de horeca ook beter uitleggen wat de regels zijn. Bunnik is zeer verbaasd over een onderzoek van de provincie naar een spoorlijn richting de Uithof. Vooral een scenario waarbij het traject dwars door het groene landschap van Rijnauwen zou lopen. De gemeente is tegen en zegt dat je makkelijk met de fiets vanaf station Bunnik naar de Uithof kan. Bij een botsing in Amersfoort zijn 2 auto's totaal losgeraakt. Niemand raakte gewond. Het ongeluk gebeurde op de kruising richting de A28. Een van de bestuurders is waarschijnlijk door rood gereden, maar de politie wil dat nog onderzoeken. De tunnelsoop in Maarsbergen is nog niet voorbij. De provincie heeft extra onderzoek gedaan en de gemeente Utrechtse Heuvelrug wil die resultaten nu inzien. Zo kan de gemeente advies geven of er een tunnel dwars door het dorp of er juist omheen moet lopen. De provincie neemt dan de definitieve beslissing. Baren wil graag door met burgemeester Mark Roel. De gemeenteraad heeft hem voorgedragen voor een 2e termijn. Roel had eerder al aangegeven dat hij graag blijft en de raad wil dat dus ook. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet nu nog formeel goedkeuring geven. De burger als extra paar ogen van de politie. Dat is wat de gemeente Utrecht graag ziet. Met de donkere dagen voor de deur is dat extra hard nodig. Utrecht biedt daarom gratis trainingen aan om verdacht gedrag te leren herkennen. Wat doe je bijvoorbeeld als er iemand continu in geparkeerde voertuigen kijkt en foto's maakt?
De politie doet er alles aan om de criminaliteit tegen te gaan. Bijvoorbeeld door informatieve filmpjes te laten zien. Op het moment dat jij iemand bij een auto ziet staan, je denkt, hey, maar wat hij daar aan doet is hij met een schroevendraaier bezig of wat dan ook, dan moet je echt 112 bellen. En er worden speciale trainingen georganiseerd waarbij mensen leren wat ze kunnen doen in zo'n verdachte situatie. We promoten niet dat je zelf als politieagent moet gaan spelen, maar je kan er wel gewoon naartoe lopen. Je kan die mensen ook gewoon aanspreken en vragen van, goh, zijn jullie ergens naar op zoek of kan ik jullie ergens mee helpen? Normaal tot slank postuur. De gratis training is voor iedereen die in de gemeente woont en zijn wijk een stukje veiliger wil maken. En alle hulp is welkom. Dat doen wij omdat wij extra ogen en oren in de wijk nodig hebben. Je kunt niet op elke hoek van de straat een handhaver neerzetten. WhatsApp-groepen zijn een goede eerste stap, maar extra hulp op straat is er nog niet. Daar kunnen bewoners dus bij helpen. Maar deze Utrechter weet nog niet zo zeker of die zomaar op een verdacht persoon zou afstappen. Je kijkt toch altijd een klein beetje de kat uit de boom. Je ziet soms wel iets misschien, maar voordat je dan echt iets gaat doen, dan ben je toch altijd even voorzichtig van, stel je voor dat het toch iemand is die mij iets zou willen aandoen. Het advies van de politie, ga niet de held uithangen. Dus als je iets verdacht ziet, is het belangrijk om meteen contact op te nemen met de politie. Ja, en als u wilt weten wat u kunt doen om uw wijk veiliger te maken, kijk dan even op de website van de politie. Abcoude krijgt een eigen magazine. Er staan opvallende foto's en verhalen in, want de makers van het blad vinden namelijk dat er nog veel onbekend is over het dorp. Ja, is dat er ook mooi in, Melody? Ja. Een magazine voor Abcoude. Wat dorpsbewoners Jeroen en Nienke betreft, moest dat er komen. Niet zozeer omdat het Abcoude aan aandacht ontbreekt, maar vooral omdat er heel veel verhalen over het dorp nog niet bekend zijn. Het feit dat hier de eerste surfplank ooit in Nederland is getest op het Abcoude Meer, een meertje. Het feit dat hier voor het eerst een knopploeg van de NSB heeft opgetreden tegen een stel SDAP'ers, de voorloper van de Partij van de Arbeid. Dat hier een artiest leeft, een jonge artiest, Jesper Kleine, die inmiddels landelijk en zelfs buiten Nederland bekendheid heeft. Jeroen en Nienke willen laten zien hoe Abcoude er nu uitziet, want er verandert van alles. Wat gebeurt er? Aan de ene kant nieuwbouw, aan de andere kant hier achter me in het centrum, de Hoogstraat, staan dingen leeg. Wat gaat er gebeuren? Wij wilden het één keer vastleggen. Nienke zorgde voor de foto's in het blad. Ze fotografeerde veel inwoners en mooie plekjes in het dorp, zoals dit parkje. Nou, eigenlijk is het een heel uniek plek hier in Abcoude, want je zit hier midden in het centrum en het is hartstikke groen. Abcoude heeft heel veel groen, maar hier tussen de bebouwing vind ik het toch wel heel erg mooi. Het is prachtig wonen dus in Abcoude, maar er zijn ook zorgen. Vooral over de leegstand in het centrum. Daar zie je nu even niet, is ook leegstand. Er komt dan wel een fietsenmaker in, maar die heeft maar een gedeelte ervan in bezit genomen. Verderop is ook weer leegstand, weet niemand wat ermee gaat gebeuren. Ja, dan is in zo'n klein centrum dat heel opvallend. Toch denken Jeroen en Nienke dat het uiteindelijk wel goed komt met hun Abcoude. Er zit hier zoveel energie, er zijn zoveel ideeën. Er zit hier ook, laten we eerlijk zijn, heel veel geld. Ik denk dat het absoluut goed komt en er zit veel potentie. Abcoude, ja, is op weg naar kwaliteit, zegt iemand in ons blad. En dat is zo. Ja, wilt u meer lezen? Het magazine is vanaf volgende week woensdag in Abcoude te koop en ook online te krijgen. Het weer dan nog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. En bij een krachtige noordoostenwind is het zo'n 9 graden in onze provincie. Vanavond en vannacht klaart het verder op en dan wordt het fris. Op sommige plekken is het vannacht een graad of 2. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Heel graag tot dan.